Dames en heren, vandaag is de dag dat ik mijn twee passies bij elkaar ga brengen. Muziek maken en eten. In samenwerking met een McDonald's medewerker ga ik vandaag een hit maken. Ik zet mijn dictafoon aan en ik ga dit gebruiken in een track. Goedemorgen, wat vertellen? Ja, mag ik één Happy Meal alsjeblieft? Met frietjes. Hamburgertjes, wat zijn ook? En een hamburger alsjeblieft. Frietsaus? Ja, ook graag. En drinken? Een colaatje. Dat is nog niet. Nee, dat was het. Is totaal 6,05, maar ga door rijden. Oké. Hi, goedemorgen. Ja. Oké, tot nog toe niet echt een hele goede audio, moet ik zeggen. Ik zit nu alvast te denken hoe ik dat een beetje in de track kan verwerken. Ik hoopte dat ze iets harder zou zeggen, u kan doorrijden naar het volgende raam. Maar ik denk dat we het zo in Ableton gewoon moeten bekijken. Oké, ik heb dus nu wel een Happy Meal. Maar ik denk dat ik toch niet helemaal tevreden ben nog over die opname. Dus wat ik doe, het is nog steeds geen 11 uur geweest. Maar ik ga door naar de tweede McDonald's. Om te hopen dat ik daar iets betere audio uit kan krijgen. Nou, we zijn dus bij de volgende aangekomen. Een paar kilometer van de vorige vandaan. En het valt nu toch wel te hopen dat er echt wat bruikbare audio wordt gezegd. Een duidelijke stem hoop ik. Niet zo zacht. Kom op. Ik zet deze weer aan. Zou die vrouw ook denken dat het is 10:45. En ik zit hier al met een Happy Meal naast me en ik ga er nu nog een bestellen. Wat duurt dit lang zeg. Een ander goed nieuwtje. Ik heb gisteren een paar nieuwe bestellingen gekregen voor de Dr. Roetker trui. Dus die ga ik straks meteen op de post doen. Binnen één dag verstuurd. Ja. Heb je nou nog niet je bestelling gedaan? Ga dan nu naar rooster-fanshop.nl en score jouw Dr. Ik hoor wel bij de bestelling voor me dat die gast best wel een harde, duidelijke stem heeft. Dat zou heel goed uitkomen. Dan gaan we jongens, luister maar. Nee, goedemorgen, zeg het maar. Hey, mag ik een Happy Meal alsjeblieft? Zeker, met wat erbij? Met een hamburger, met frietsaus en een cola. Cola, tomaat of appel? Tomaat. Ja? En dat was het. 6,05 mag ik doorrijden eerst. Dankjewel. Dit is koude goed. Ik heb al een paar dingen gehoord die ik kan gebruiken. Dit moet toch wel goed zijn? Je hebt twee Happy Meals, maar het is ook echt waard hoor. Ik zie wel een rij voor me, die is langer dan een gemiddelde file, dus dat is lekker. Goedendag. 6,05 alsjeblieft. Ja. Yes, bedankt. Wens je een fijne dag. Dankjewel, hetzelfde. Ja, ook dat was weer goed. Ik ga die Happy Meal nu in ontvangst nemen. En dan zien jullie mij straks in de studio. Let's go. Jongens en meisjes, we zijn aangekomen in de studio. We hebben twee Happy Meals die inmiddels wel een beetje koud zijn. Ik ben daar gewoon even van aan het genieten. Terwijl ik deze McDonald's aan het eten ben, komt die inspiratie toch wel een beetje binnen. Ik zat te denken aan een love song. Ja, ik hoor jullie denken inderdaad, what's new. Maar dat ik beschrijf in het refrein dat ik me besef dat ik nu alleen door de McDrive ging. En dat ik dat eerst dus met haar deed. Dan voor dat refrein hoor je dan die persoon van de McDrive zeggen van, yo, rijd door naar het volgende raam. Dus dat gaan we doen. Ik ga nu even een begin aan een beat maken. Dan gaan we kijken wat het wordt. Let's go! We hebben weer even een nieuw project voor ons. Ik denk dat we dit project rond de 100 bpm gaan doen. Ik denk dat we eerst even die memo van de McDonald's moeten airdroppen. En dat we vanuit daar eigenlijk, vanuit die basis, dit gaan doen. Kijk eens, hier hebben we. En nu gaan we eens even luisteren wat we hebben. Ook zo'n rare stem, hè? Ja, dit is goed. Ik weet nog niet helemaal hoe ik dit een beetje op de beat ga krijgen. Het is koud goed. Ik heb al een paar dingen. Ja, Rut. Ik heb genoeg van jou gehoord. Goeiedag. 6,05. Ja. Misschien kan dit wel eens einde of zo. Ja, bedankt. Was een fijne dag. Dankjewel, hetzelfde. Oké, het is niet heel veel. Ik kan nog even van die eerste McDonald's die memo sturen naar mijn MacBook. Kijken of dat wat beters is. Goedemorgen, moet ik tellen. Ja, dit is goed. Nou, goedemorgen is weer kut. Ik had het s'avonds moeten doen. Het zou raar zijn als ik die track, dat je in die track hoort dat ik 's ochtends bij de McDrive ben. Dat is gewoon kut. Ja, mag ik... Of misschien alleen mag ik uw bestelling. Alsjeblieft. Nou, ik ga hier nog even een beetje knippen en kloten eraan. Misschien dat ik ze wel combineer ook met elkaar. Maar ik ben zo bij jullie terug wanneer ik even een stukje van die beat heb. En dus dat sound effect van de McDonald's. Tot zo. Nu rijd ik alleen door mijn drive. We zijn er nog niet, We moeten door, Baby, als je gaat, bij Dit is gejank. Ja, dat is gek. Dus ik begin dat refrein met, nu ga ik alleen door de McDrive. Iets met daarna met ben ik je echt kwijt. En dan sluit ik af met, toch denk ik aan jou als ik hier straks weer wegrijd. De cirkel is rond. We gaan dat erop zetten en ik ga jullie straks laten horen. Hier moet gewoon echt een hele zieke festivalbas onder zitten. Ik heb deze plugin al eerder laten zien. Het heet Heatup. En dit is gewoon heel lekker. Het is wel, hij vreet wel enorm veel geheugen van je. Da, da, da.
Dat is gek, dat is gek, dat is gek. Dit is heel gek, man. Dit is heel gek. Hey, lieve dreddies en kijkerbuiskindertjes. We zijn weer even wat verder. Ik had net dus een beetje het concept van het refrein natuurlijk uitgelegd. En dat heb ik nu getaped. Ik weet nog niet per se of dit echt de recording gaat zijn wat het uiteindelijk gaat zijn. Maar dan hebben jullie even een idee. En in de intro zit nu de bestelling van die Happy Meal. Ik weet niet of het te afgezaagd is, maar dat laat ik even aan jullie. Mag ik een 1 Happy Meal alsjeblieft? Nu ik rijd door de Mac Drive, doet het me echt pijn. We deden het samen, ik kan niet alleen zijn. Ik ga nu even aan die verse, even kijken of ik daar wat tos mee kan doen. En dan laat ik jullie dat straks horen. Let's go! Jongens, het is weer tijd voor de babytaal. Ik zat net in mijn telefoon dingen te schrijven over McDonald's, over McDrive's. En ik dacht, weet je, wat zeg ik nou altijd in video's? Je eerste ingeving is het best. Dus we gaan weer even wat proberen te freestylen. Hopen dat we het woord patatjes of hamburgers erin hebben. Dat het wel een beetje slaat op die McDrive nog. Maar dat gaan we zien. Wie doe je nou bij je fritsaus? Ik kan papa in je jaar. We stellen van een tempo. Als ik jou op aan de drive zou zien, moet je me op aan. Oké. Tot zover de babytaal. Ik ga dat even met woorden invullen en dan kom ik zo weer bij jullie terug. A few moments later. Oké, ik had net dat babyflootje. Dat was niet zo best. Ik heb nu wel wat anders. En ik ben eigenlijk op een soort van woorden gekomen. Ik zie nog geen autotune of effect op, dus ik kan misschien wat raar klinken. Samen. Nu ben ik alleen als ik wegrijd. Jij weet alleen hoe mijn hart is, ja. Mijn loop gaat diep als Atlantis, ja. Iemand die nu aan jouw hand zit, ja. Daarom denk ik elke nacht nu na. Nou, dat is toch goed. Ik heb het nog niet gezien, maar er is ook een speeltje bij. En dat is een Hot Wheel. Wauw. Dit is een vet cool skateboard. Vroeger kreeg je echt nog leuke dingen. Maar dit gaat helemaal nergens over natuurlijk. Ah, fijn. Jullie hebben me wel veel gevraagd hoe ik mijn vocals afmix. En ik ben er niet in afgestudeerd. Ik heb er geen flauw idee van. Ik heb gewoon naar eigen smaak gedaan. Ik neem jullie even dichterbij hier. Kijk, wat ik dus eerst doe. Dus ik heb die vocaal, heb ik dus hier. Die zet ik in een groep. Dan zet ik daar een autotune op. Dan doe ik daar D minor, want ik weet dat het in die key de track is. Ik weet alleen hoe mijn hart is, ja. Mijn loop gaat diep als Atlantis, ja. Iemand die nu aan jouw hand zit, ja. Nou, dat klinkt al best aardig. Ik zal sommige dingen vast wel overnieuw doen. En dan heb ik hier mijn preset. Oké, van links naar rechts. Eerst een EQ. Daarna een compressor. Van Teletronics, dan een EQ die er zo uitziet, dan een compressor, dan weer een EQ, wat laat die zien? Nou, ook weer een beetje dingetjes weghalen. Een SU 2, dat raad ik niet per se altijd aan, want je raakt ook wel veel karakter kwijt van je stem. Sommige dingen zijn wat minder hoorbaar. Dan komt een soort van compressie. Ik heb dus hier het droge signaal en daaronder heb ik twee dingen die volledig gecompressed zijn. Die zitten er zeg maar zacht onder. En reverb en nog een ander soort reverb, heel zacht. En een delay heb ik bij deze uitgezet. En op het einde nog een EQ. Want na een reverb erop komt er vaak ook nog heel veel laag bij. Dus dat is het kort. En mocht je hem willen hebben, stuur me even een berichtje, dan mail ik het. En dat klinkt dan. Vrij. Jij weet alleen hoe mijn hart is, ja. Mijn loop gaat diep als Atlantis, ja. Iemand die nu aan jouw hand zit, ja. Daarom denk ik elke nacht nu na. Ik ga nog even iets voor die pre-chorus doen. Deze verse wat beter maken. En dan zijn we er denk ik wel. Dan laat ik hem jullie daar nog even een keertje horen. Wees niet getreurd, want deze keer doe ik hem gewoon in de beschrijving op YouTube. Dus je kan hem straks meteen checken. Nou, dat is heerlijk, hè? Tot zo. Dames en heren, hij is af. Klaar om aan jullie te laten horen. First staat erop, er is zelfs een kleine pre-chorus bij. Ik heb het op twee refreintjes gehouden. Ik wil het nu aan jullie afspelen. Hey, dat komt morgen terug bij mij. Mag ik een 1 Happy Meal alsjeblieft? Nu ik rijd door de Mac Drive, doet het me echt pijn. We deden het samen, ik kan niet alleen zijn. Nu ik rijd door de Mac Drive, ben ik je echt kwijt. We deden het samen, nu ben ik alleen als ik wegrijd. Jij weet alleen hoe mijn hart is, ja. Mijn loop gaat diep als Atlantis, ja. Iemand die nu aan jouw hand zit, ja. Daarom denk ik elke nacht nu na. Of je hetzelfde bestelt nog hier. Een milkshake en een kipsaus. Nu pas besef ik dat ik even pijn heb. Ik
ik mis je body en seks. Nu pak jij een andere Mackie met hem. En zo klinkt hij. Het is een beetje geïnspireerd op het nummer van Ronnie en Antoon. Baseline. Pak een hard nummer. En nu hebben we dus een liedje Mac Drive. Laat me weten in de comments wat jullie ervan vinden. Laat me het weten, laat me het weten. En vergeet niet, jongens, ik ben weer uit beeld. Maak je maar geen zorgen. Ik ben hier weer terug. Vergeet niet om je Dr. Roetke trui te bestellen. Het is heerlijk. S en M zijn weg, maar de L wel. En wie wil nou niet een oversized trui? Bedankt voor het kijken. Abonneer en reageer hieronder wat ik de volgende keer voor challenge moet doen. Ik zie jullie later.